maakt het sprongetje daar. Mogelijk de snelheid die hij pakt. Dit kan je, Gerard! Daar ga je, Gerard! Gerard! Ah, gewoon lekker een rustig dagje zo eindelijk geen gezeik, eindelijk geen gezeur. Oh, het mocht wel echt een keertje tijd worden dat dat ging. Gerard, wat doe jij hier? Hoe kom jij hier? Waarom ren je ook zo zomaar die weg over? Ja, ik wou naar de bank. Je wou naar de bank? Er is een zebrapad daar, Gerard. Een stoplicht. Ja, maar die was op rood. Oh, die was op rood. Daar had je niet, Dat ga ik niet over het zebrapad. Gerard, gaat het netje? Moet ik je overheid helpen even? Ja. Nee. Even handen. Kom, stijf op. Ja, maar jij doet... Auw, man. Nee, ja, goed zo. Kijk, je motorkap. Mijn motorkap. Je bent echt een walvis. Trouwens, het valt eigenlijk al mee hoeveel er stuk is. Ja, maar hij is rood. Ja, dat klopt. Het is wel een beetje een rode vlek, maar meer op de grond. Hoe is het met je? Ja, goed. Wat doe jij hier? Ja, ik wou even naar de ING. Jij wou naar de wat? Naar de ING. Naar de ING. Is daar de ING? Sinds wanneer is dat een ING? Ja, weet ik ook niet. Ik zag het in de krant. Oh. Ik denk, wat je wat? Daar ga ik heen. Nou, ga jij maar naar de ING, parkeer ik even mijn auto. Ik heb juist de loterij gewonnen. Oh, nou, het is goed. 500.000. Je bent daar geloof ik helemaal niks van. Laat zien dan. Hoe kom jij in 500.000 in zo'n klein zakje? Heb je echt de loterij gewonnen? Ja, daarom heb ik ook 500.000. Weet je wat Gerard wil kopen? Nou? Een olifant. Een olifant? Waarom wil je een olifant kopen? Ja, voor in de achtertuin. Voor in de achtertuin? Ja, we hebben een heel mooi zwembad. Kun je daaruit drinken? Ja? En dan wil ik dat hij daar gaat drinken en dat hij dan lekker kan barbecuen, want die heb ik ook. Oké, en heb je ook een barbecue? Ik wil wel zo'n grote olifant, dus zo'n kleintje. Je wil een grote olifant. Ik heb een olifant voor je, oké? Echt, wat? Ja, echt waar. Heb jij een olifant? Ik heb een olifant voor je. Dat meen je niet. Nee, ik meen het wel. Echt waar. Ik heb een olifant voor jou. Je hebt deze. Maar... Hier mag je uitkiezen uit hier. Wat een mooie. Dankjewel, maar ik heb er nog één voor je. Ik weet dat hij hier ergens staat, maar ik moet hem heel even zoeken. Hier, ik heb er drie voor je. Ze zijn een beetje... Maar drinkt hij ook echt? Ja, hij heeft geen gezicht, hij heeft alleen een slurf. Deze drie. Je kan hem van hier kan je hem heel mooi van voren zien. Wat een kunst. Dat is kunst. Of heb je per ongeluk een keer laten vallen en zijn hoofd eraf gebroken? Nee, maar ik heb hier ergens nog één. Maar Gerard. Ja. Ik wilde vandaag op pad gaan. Echt? Ja. En dacht je, weet je wat, dan rij ik Gerard dan op. Nee, dat was niet mijn bedoeling. Maar nu ik je toch aan heb gereden, wil je mee? Top idee. Maar Henkie, wat ga jij aan het bloed doen eigenlijk? Wat ga ik aan het bloed doen? Ja, dat weet ik niet. Ik poets het er wel een keer af. Maar we zijn er. Ah. Oh. Hier, we zijn er. Is dit het? Ja, dit is mijn Hier ben ik wel een keer geweest. Weet je wat ik hier moest doen? Nou? Toen was er iemand hier voor mij of zo. Echt? Toen moest ik met hem praten. Maar Toos is hier ook, hè? Wist je dat al? Waar? Hier, kom. Waar is Toos? Daar. Daar zat Toos. Schrijf je toch Toos? Ja, maar Toos is met twee O's in. Echt? Ja. Ik dacht al die jaren altijd dat daar gewoon Toos stond. Ja, maar wat is die letter daarvoor? Het was. Hoe? Het was. Maar ik wilde vandaag een leuke auto monteren. Echt? Ja, die ga ik even halen. En dan heb je me ooit wel eens in het werk gezien? Nee. Nou, dan ga ik nu jou een opdracht geven. Maar aan mij een opdracht? Ja, jij moet voor mij regelen een brandweerauto. Ja, maar... Nu! Oh. Nu! Okay, goal. Nu! Hier is een oortje. No. Alsjeblieft. Ik heb er al twee, Henk. Hier heb je derde Wat oortje. Moet ik met een derde? Hier heb je derde oortje. Oké, wacht. Geen uit voor Toos. Oké, Henkie. Ja, kijk, wacht. Ik dacht misschien is Toos. Nee, we hebben alleen Tos. Oké, doei Gerard! Maar deze auto was slim, Henkie. Ah, ik moet echt een keer mijn banden hier opruimen. Ik heb zoveel banden telkens hier. En mijn kapotte auto is helemaal plat gereden. Hier heb ik ook nog extra Oh, meen je dat is te mij gelukt? Ik dacht dat ik dat gewoon van hem af was. Zeg maar alsjeblieft niet dat Gerard is. Henkie, ik heb hem! Oh, heb je hem? Heb je hem, Gerard? Ik ben er bijna. Ja, dat was absoluut mijn bedoeling. Ik geloof het bijna niet dat je hem... Gerard, wat doe je nou? Er zit water onder de auto. Hoe komt dat nou daar? Gerard, rijden. Gerard. Oh, even met natte voeten. Oh mijn god, je hebt echt een brandweerauto geregeld. Ja, ze waren brand aan het blussen. Ze waren niet aan het opletten, dus ik weet je wat. Ze waren brand aan het blussen, zei dat nou? Ja. En toen heb je me gewoon wel gepakt. Ja. Wat goed. Ze waren niet heel blauw. Kom, je bent welkom. Kom, je bent welkom, Gerard. Ja, ik heb nog nooit met een vrachtwagen gereden. Je maakt niet uit, joh. Je hebt toch een rijbewijs daarvoor nodig. Gerard, mijn banden. Ja, ik weet Gerard! Je hebt echt een brandweerwagen geregeld. Ja, mooi, hè.
Oh mijn god, ik dacht eigenlijk gewoon dat ik je weggestuurd had om iets onmogelijks te doen. Dat ik je gewoon eigenlijk vanaf van je af was. Maar, Henkie. Ja? Jij vroeg aan mij of ik mee wou. Ik heb een leuke taak voor jou nu. En dat is? Oké, jij moet voor mij alles pakken wat ik zeg dat je moet pakken. En dan ga ik deze monteren. Want ik heb altijd al willen weten hoe snel een brandweerauto... Ja, maar ik kan nu niet een zeppeling regelen of zo. Nee, gewoon een sleutel, monteursleutel. Heb je dat niet binnen liggen? Ja, daarom moet jij het pakken. Nu. Oh! Renegeerd! Goed zo, oké, dan ga ik vast beginnen met monteren. Zo, en dan pak ik de laatste motoronderdeel van deze auto. En die kunnen wat we is het hier... toch warm, dit ding, Henkie? Ja, kijk je dan. Moet ook een bril op hebben, Gerard. Waarom heb je geen bril op? Waarom heb je geen bril op tijdens het lassen? Ja, maar dan kan ik het beter zien. Oh, ja, natuurlijk. Dat de snap zonnebril ik. Is helemaal niet handig. Dat snap ik. Oké, dan heb ik hier het laatste onderdeel voor jou. Die mag je in de motorkap stoppen. Wat? Hier, dit maar in de motorkap. In de motorkap? In de motorkap, die er niet... Oh. Nou, stop maar in de motorkap, man. Snap je hem, er staat man. Zo. Hoppakee, goed gedaan. Hij zit, goed zo. 2 seconden. Oké, dan heb ik hier ook de laatste dingetjes er weer in gelegd. Gerard, ben je er klaar voor? Nee. Ben je er helemaal klaar voor? We hebben geen brandweerpak. Gerard, ik heb iets leuks voor jou wat ik moet laten zien nu. Echt? Ik heb hier hartstikke mijn best voor gedaan om het zo cool mogelijk te maken. Maar we gaan dus naar de dierentuin. We gaan niet naar de dierentuin. Maar heb je ooit wel eens een hele snelle brandweerauto gezien? Ja. Oké, 130 op de snelweg. 130? Ja. Oké, dan ga ik nu hier staan en dan zet ik even alle knopjes aan. Heb je ooit gereden, Henk? Ik heb nog nooit in mijn leven een auto bestuurd. Dat is niet waar trouwens. Ben je er klaar voor, Gerard? Ja, maar niet altijd, hè? Jawel, in 3, 2, 1. Oh, Gerard. Oh, waarom? Gerard. Ben je er klaar voor, Gerard? Gerard! Gerard! Oh, we gaan nog 400. Jawel, Gerard, dit gaat goed komen. Henkie, dit gaat niet goed. Wat gebeurt er in het weer? Oh, Gerard. Dat ben ik heel mis. Gerard. Dat was een beetje noodrem, ken je die? Nou, waarom had je die dan niet trekken? Nou, we moesten toch een beetje vaart maken. Oké, Gerard, ik kijk jou aan. Ik kijk je aan terwijl ik dit doe. Nee, niet doen. Gerard, dit gaat goed komen. Kijk, Gerard, dit gaat goed komen. Waarom is het zo mistig? Henkie! Oh, Gerard. Gerard, je moet een beetje vertrouwen hebben in me. Je moet een beetje vertrouwen hebben. Henkie, noodrem. Druk die nou gewoon direct in. Nee, hoezo? Anders komen we toch niet vooruit? Ja, maar rijd gewoon 130, want ik ga niet goed. Kan jij trouwens hier even een dansje doen voor de weergoden? Kom, ga jij hier even een dansje doen, want het is mistig. Daar hou ik niet zo van. Abba, Angel. Hoppa. Ito. Flop. Flop. Kijk, er gebeurt van alles met het weer. Zie je het? Als je naar boven kijkt. Of ligt het aan mij? Ja. Deed jij dat? Ja. Oké, Gerard, je hebt succesvol het weer veranderd. Ja, ik ben een weerman. Dat vind ik echt heel knap voor jou hoe je dat hebt gedaan. Dat vind ik echt heel knap. Ik kan ook het weer voorspellen. Heb je ooit wel eens een sprong gemaakt in jouw leven? Ja. Ik heb namelijk een paar tests die ik altijd graag doe. Als ik zeg maar. Ik was vroeger altijd heel goed. Je wat ook. Ik was vroeger altijd heel goed in verspringen. In verspringen? Ja, dan ging je zo rennen en dan sprong je zo volledig het zand in. Ik vind jouw rijgedrag eng. Je vindt mijn rijgedrag eng? Gerard, ben je er klaar voor? Ik niet. Gerard, ben je er klaar voor? Dat was een beetje een anticlimax, vond je ook niet? Nou, oké, Gerard, ik heb een paar tests. Wat? Ik heb altijd een paar tests die ik doe. Vind ik altijd heel leuk. Ja, maar wat is dit voor test? Nou, die eerste test, dan moeten we... Waarom trok je aan het stuur? Waarom deed je dat nou? Ja, je ging bijna de vangrail heen. Toen trok je me ineens echt aan de andere kant op of zo. Waarom deed je dat nou? Gerard, niet weer. Gerard, stoppen. Gerard, laat het stuur los. Nee, Gerard. Gerard, stuur los. Gerard. Gerard! Oké, Gerard. Henkie, die stoelen zitten echt voor een meter in het ding. Die stoelen zitten toch lekker, die stoelen? Nee, we zitten al een uur in het ding en ik heb kramp in mijn benen, alles. Nou, Gerard, dat maakt niet uit, want we gaan nu eventjes gaan we ze rekken en strekken. Rekken en strekken, maar dan wel in de auto. Oh, oké? Hoe ga je dat doen? Rekken en strekken in de auto, Gerard. Henkie. Gerard, ben je klaar voor? Gerard. Henkie. Nou, als we vaak genoeg hobbelen springen en weet ik wat. Gerard. Henkie. Oh. Ah, gelukkig. Nou, dat scheelde, hè. Ik zag Toos voorbij komen. Ik denk, nou, dat is het einde. Jij zag Toos, je denkt, nou, het is klaar. Nee, ik maakte maar een grapje. Natuurlijk gaan we niet vliegen en springen. Nee. Dat doen we allemaal niet aan, hè, Gerard. Dat dacht ik, hoor. Dat doen we allemaal niet aan. Nee, ben je gek? Denk je dat ik jou helemaal weg zou willen sturen? Oh, Gerard, rem maar, Gerard. Gerard, oh! Henkie! Oh, nee, oh! Ah,
Zo, hé. Maar Henkie, waarom vraag je aan mij of ik wil remmen? Dit is geen luisterauto. Ik zei de remmen doen het niet. Nee, dat zei je niet. Je zei Gerard remmen. Oké, Gerard, ik heb een idee. Oké, ik ga hier staan. Ik ga jou de auto geven. Hoe? Nou, gewoon, ik stap uit en jij mag Maar ik ga rustig rijden. Nee, jij gaat niet rustig rijden. Ik ga daar staan. Jij komt van helemaal vanaf daar aanrijden, vanaf de andere kant. Rij je op dezelfde plek van die rots, rij je tegen de rots aan. En dan kijken hoe bestendig deze vrachtwagen is. En ik schrijf notities op, oké? Ja. Oké, ik sta hier notities te maken voor in de tussentijd. Gerard, die is daar ver aan het rijden. En het ziet er nou uit als zo... Gerard, ik zag je... Gerard, gaat het? Ja, gaat de bomen wel kunnen vallen. Ik kom maar aan. Hij stuurt een beetje moeilijk. Je moet oppassen met sturen inderdaad. Ik ga notities maken. Oké, Gerard, dit kan je. Gerard, vergeet niet toch op tijd op de rem te drukken, Gerard! Je moest toch op de rem drukken? Gerard! Gerard, hoor je me? Nee. Oké, Gerard, je kan hoor. Ik sta weer notities te maken. Wat schrijf je op dan? Ja, gewoon de snelheid en de controle van het voertuig en zo. Normaal zit ik er altijd zelf in. Hoe kan jij zien hoe hard ik rijd dan? Nou, dat schat ik in. Oh ja, nee. Ja, dat klinkt goed. Oké, en als dan de baan hier en hij maakt het sprongetje daar, mogelijk de snelheid die hij pakt. Dit kan je, Gerard. Daar ga je, Gerard. Henkie! Ja, Gerard! Gerard, gaat het? Ik heb zojuist een gat geboord in de grond. Gerard, je was wel abrupt stil stond je. Wacht, ik kom eraan. Oh, maar je was stond wel abrupt ineens stil hoor. Ja, Gerard, pas op. Oké, dan ga ik even notities schrijven. Hoe ziet het voertuig eruit na afloop? Nou, redelijk goed. Ik wou net zeggen, het ziet eruit alsof er niet echt iets gebeurd is. Ik heb hem wel goed in elkaar gezet. Ik heb wel ongelofelijke hoofdpijn. Heb je ongelofelijke hoofdpijn? Henkie, ja? Ik stond met 200 km per uur binnen een seconde stil. En toen? Ja, toen kwam alle G-kracht op mijn nek. En toen? Heb ik hoofdpijn gekregen. Oké, maar kom, wacht. Ben je klaar voor de volgende test, Gerard? En dat is? Nou, we hebben nu de snelheidstest wel een beetje gehad en de sprongetjestest. En ik heb altijd één hele gevaarlijke test, want we hebben net een beetje naar schade gekeken. Maar dit is natuurlijk niet de ultieme. Gevaarlijk? Ja. Weet je hoe gevaarlijk dit was? Nee, je viel toch wel mee hoe gevaarlijk dit was. Of ja, niet? Dat klopt. Maar ja, we hebben altijd nog één heftigere test. En dat is de gevaarlijke schadetest. En weet je waar ik die altijd doe? De gevaarlijke schadetest. Bij mijn huis. Nee, die doe ik daar. Daar. Bij Mount Danger. Toch? Of is dat niet Mount Danger? Is dat Mount? Dat is Mount Danger. Hoe kom jij daar op? Nou, daar rij je heen. We gaan dood. Oké, ben je er klaar voor, Gerard? Nee. Jawel, ben je er klaar voor? We zijn bijna bij de top. We zijn inmiddels al een tijdje onderweg. Ken je dat liedje? Welk liedje? We zijn er bijna. Die ken ik. Ik ook. Gaan we met de kabelbaan naar beneden? Nee, we gaan naar beneden. Dat sowieso, ja. Dat gebeurt wel. Ja, we gaan wel naar beneden. Dat kan ik wel verklappen. Echt? Ja. Het gaat tot helemaal goed, joh. Gaan we parachute springen? Je kan het er niet op, denk ik. Jawel, kijk nou. Mijn auto's kunnen alles. Als ik ze monteer, dan kunnen ze alles. Ja, gaat goed. Ja, hoop. Gaat prima dit, denk ik. Nee, dit komt goed. Nou, welkom Gerard bij Mount Danger. En zoals je ziet, is het weer gelijk al grimmig. En Henkie, daar alles gaan we wordt eng. Henkie. Gerard, Henkie. Gerard, dit Henkie. Is de ultieme test. Ik ga eruit. Nee, je gaat er niet uit, Gerard. Henkie, ik ga eruit. Nee, je gaat er niet uit, Gerard. Gerard, nee. Gerard, als je eruit gaat, ja. Dan Doei. Nee, Gerard, Gerard. Oh. Oh. Hey. Gerard, kom terug. Gerard! Ik kan niet redden, Gerard! Ik kan niet redden! Gerard, kom terug! Gerard, oh nee! Gerard! Au! Gerard, Gerard, waar ben je? Au! Dit is niet fijn! Oké. Ik zit vast. Stop. Gerard, ik probeer te remmen. Gerard, gaat het, denk je? Wat denk je? Wat ben je? Ik heb nog nooit in mijn hele leven een brandweerwagen vrijwillig van een berg afzien. Nee, natuurlijk wel. Dat doe je toch om elkaar te redden. Oh, daar ga ik. Henkie, vang me op. Waar ben je? Je bent hier helemaal niet. Je kan niet, Gerard. Voorzichtig, Gerard, voorzichtig. Gerard, voorzichtig. Gerard. Ik vang je op. Ah, goed zo. Jongen. Het is eigenlijk niet goed gegaan, dus we moeten het opnieuw doen. Oké. Okay. Je naar boven. Ja, dat komt goed. Jezus. Zo, Gerard, ben je er klaar voor? Voor poging 2. Je bent 2. Echt een superheld. We zitten weer vast. 2. Je moest op tijd loslaten. Henkie. Gerard, gaat het?
Ik lig onder te boven. Nou, wij zijn de beste brandweermannen die er zijn. Zo zie je maar weer. Hoe leef ik? Je zit bij mij in de auto. Bij mij in de auto komt alles goed, Gerard. We zitten vast. Ik help wel even met die. Ja? Help maar even met die. Oh! Gerard! Oh nee! Gerard! Ik kom naar beneden, Henkie! Ik zit vast! Oh, Gerard, nee. Ik zit, Henkie, de auto zit vast. Henkie, vang me op! Nee, Gerard, de auto zit vast, Gerard! Zie me even achter. Wacht, ga jij maar even proberen hem los te frikken en zo? Dan ga ik wel even kijken wat het pad hier vervolgens zegt. Waar we heen moeten. Wellicht dan, daar is de fabriek. Dus als we nou richting de fabriek gaan. Gerard, ik denk dat ik een route heb gevonden. Lukt het? Je gaat helemaal goed hier. Oké, top. Ik denk dat als we namelijk tussen deze rotsen en stenen doorgaan. En weet je, die bomen daar ontwijken en zo. Ik denk dat het dan wel helemaal goed kan komen. Hoe wil je dingen ontwijken met een vrachtwagen? Dat ga ik goed. Oké, geloof. Gerard, ik heb je meegenomen naar het vliegveld. Ik ben de politie. Nee, hoezo? We zijn de brandweer. Je hebt me opgevoerd. Opgevoerd. Je hebt jou opgevoerd. Nee. Dat wist ik niet, dat ik jou heb opgevoerd. Ik durf te wedden dat we op kunnen stijgen. Ik durf te wedden als dat we hard genoeg gaan dat we op kunnen stijgen. Dat gaat niet goed. Henkie, dat is afhalen, dat is afhalen. Henkie, dat is afhalen. Nou, we zijn gelukkig weer thuis, Gerard. Wil je bij hem logeren bij me? Nou, dit is prima zo. Dit is goed geparkeerd, ja. Ben ik hem. Wil je logeren bij me? Ga ik dan dood? Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Abonneer voor meer. Abonneer voor meer. Mijn naam is Henkie. Mijn naam is Henkie. En... Dat klopt niet. Mijn naam is Gerard. Jouw naam is Gerard. Heb jij ook een kanaal, Gerard? Een YouTube kanaal? Ik ben het even kwijt. Nou, dan zet ik hem al in mijn beschrijving, oké, jouw YouTube-kanaal. Okay. Nou, bedankt voor het kijken, kijkers. Abonneer, breek je later, glaasje water, telt tot 4, flesje bier. Hey!